Beste kijkers, de meeste brillen moeten even worden afgesteld voordat ze goed zitten. Als het om wat voor reden dan ook niet kan of na het afstellen zit de bril nog steeds niet goed, dan kan het een heel vervelend en knellend gevoel geven. Als dat bij jou het geval is, blijf kijken. We gaan er samen wat aan doen. En laten we bij de neus beginnen. Als je een kunststofmontuur hebt wat knelt bij de neus, dan kun je daar niet zo gek veel aan doen. Zo'n kunststofmontuur heeft een vaste brug en die brug op zich kun je niet verstellen. Het enige wat je zou kunnen proberen is de pootjes ietsje verstellen, waardoor de voorkant, dus ook de neusbrug, een klein stukje kantelt. Wat je in feite wilt doen, is het glas goed vasthouden aan de kant, welk pootje je gaat verstellen, en aan het pootje zachtjes, stukje bij beetje, naar beneden verbuigen. Dat doe je aan de andere kant uiteraard ook. Ook weer die kant goed vasthouden en kleine stukjes naar beneden buigen. In totaliteit krijg je dan dat de glazen iets, ik hoop dat het in beeld is, de glazen iets naar voren kantelen. En dat is het enige wat je eigenlijk echt kunt veranderen bij een kunststofmontuur. De hoek waaronder de neusbrug de neus raakt. En ik hoop dat dat helpt, want ja, wat ik al zeg, heel veel meer kun je niet doen. En laat dit dan ook meteen een aankoopadvies zijn. Als je gaat kijken voor een kunststofmontuur, zorg ervoor dat die de goede hoogte heeft, want je kan hem niet hoger of lager zetten. En dat hij lekker zit, van zichzelf al. Niet denken van, oh, het went wel, of oh, dat gaat wel weg. Nee, als een kunststofmontuur in de winkel al niet lekker zit, of bij het passen, dat wordt hooguit vervelender. Tot zover het slechte en deprimerende nieuws. We gaan gelijk over naar de metalen monturen. Deze doe ik even aan de kant. Want metalen monturen kun je wel goed bijstellen. Ze hebben losse neussteuntjes. Overigens zijn er wel kunststofmonturen met losse neussteuntjes, maar het zijn er heel weinig. Metalen monturen hebben bijna allemaal verstelbare neussteuntjes. Die kun je dus afstellen. En wat er eigenlijk 9 van de 10 keer gebeurt als het knelt op de neus, dat is dat niet de hele neuspet op de huid zit. Dus je moet je voorstellen, ik ga deze even aan de kant doen. Stel, dit is de huid, dit is de neussteun. Wat je wil, is dat die het gehele oppervlak de huid raakt. Dus niet een deel, alleen de bovenkant of de onderkant. Met name als alleen de onderkant de neus raakt, dan gaat het pijn doen, dat gaat knellen. Dus zorg dat dat goed verdeeld is. Neussteuntjes op metalen monturen kun je op zich wel verstellen, als je het maar heel voorzichtig doet en kleine stapjes tegelijk. En dan pakken we even deze als voorbeeld. En stel nou, die willen we een beetje die kant op draaien. Dus we willen zorgen dat hij meer contact maakt met de huid door hem die kant op te draaien. Dan pak ik altijd het glas vast van de kant die ik wil verstellen. Duim, wijsvinger en kleine stukjes draaien de kant op die je wil. En op die manier verstel je hem dus. Nogmaals, goed met deze hand vast blijven houden. En kleine stukjes draaien de kant op die je wil. De grootste bron met pijn echter is achter de oren, de oortips. Als deze te strak zitten, dan kan dat ontzettend pijn gaan doen. Dus, wat gaan we doen? We gaan het verstellen. Om te beginnen even verwarmen. Want dit is kunststof, of acetaat, of hoe je het wilt noemen. En dat kunststof dat is van zichzelf erg star. En als je dat gewoon uit de hand zo buigt, dan is de kans op breuk erg groot. Dus altijd even verwarmen. In de winkel gebruiken we van die speciale mooie föhns daarvoor. De föhn die je thuis gebruikt is waarschijnlijk niet erg geschikt. Die wordt niet heet genoeg. Maar verwarmen met water kan uitstekend. Gewoon water uit de kraan is meestal een graad of 60. Dat is ook prima. Gebruik je de waterkoker ook niet meer dan 60 graden. En de bril hang je even erin met het pootje dat je wilt verwarmen. Laten we rustig maar even een minuutje staan zo. Dan kan het even opwarmen. Als de bril goed is opgewarmd, dan gaan we beginnen. En ik laat zien hoe ik het doe. Het pootje wat we gaan verstellen. Vingers bovenop, duim eronder. Andere kant ook. Vingers erbovenop, duim eronder. En je trekt hem kleine stukjes tegelijk terug. En dat gaat echt in kleine stukjes. Nooit het hele eind in één keer willen buigen. En dan langzaam zet je hem gewoon wat losser. Als je na het bijstellen merkt van nou oké, hij knelt niet, maar nu zakt de bril weer af. Wat ik vaak erg goed vind werken om het afzakken tegen te gaan, is de pootjes een beetje naar binnen zetten. Dus ook weer duim aan de binnenkant. En zorgen dat het geheel iets ronder gaat lopen. Kijk, standaard heb je het recht. Maar ik zet vaak een bril graag een beetje zo naar binnen. Ik hoop dat dat in beeld overkomt. Ik heb even een andere bril gepakt om het wat overdreven te laten zien. Kijk, die pootjes staan een beetje naar binnen. Dus deze staat echt een beetje die kant op. Deze kant op.
Dit geeft namelijk een soort, ja, een soort wigwerking. Wat je krijgt is dat vanaf de ooraanzet naar achteren loopt het hoofd naar binnen toe. En je wil eigenlijk dat de bril meeloopt. Dus in plaats van achter het oor haken of hangen, krijg je dan de constructie dat, je, ja, dat het naar binnen werkt. En op de schedel zitten heel veel minder zenuwen dan op de oren zelf. De oren, dat is veel gevoeliger. Dus probeer dan de bril een beetje naar binnen te zetten aan de achterkant. Dan zakt hij ook minder af. Een laatste optie die heel erg kan knellen, is dat het uiteinde van de oortips te veel naar binnen staat. Dus het duwt eigenlijk in het hoofd, achter het oor. Wat je doet, hele hand eromheen, duim vrij en met de duim ietsje naar buiten buigen. Uiteraard ook weer van tevoren even verwarmen, goed vasthouden en kleine stukjes naar buiten. En met name deze moet je heel voorzichtig doen, want je duwt in feite, ja, je gaat het pootje ook een beetje draaien als je niet oppast. Dus daarom ook stevige grip op het pootje zelf en kleine stukjes naar buiten masseren. Dan ben je dit kwijt, dat drukkende, dat pokende eigenlijk. Ik hoop dat deze tips jou helpen om jouw eigen bril voorzichtig en veilig bij te stellen. En dat je geen last meer hebt. Mocht je nog vragen hebben of ideeën, zet ze gewoon even hieronder. Je kunt je ook abonneren. Ik ben op social media te vinden als Alex de Opticien. En ik zie je zoals altijd weer heel graag bij de volgende.